Semi-chef, ben je er klaar voor? Voor de zomerse salade met kreeft. Wat hebben we allemaal gemaakt voor jullie? We hebben gemaakt heerlijke kreeft met poot. Belijnen zijn eruit, helemaal schoongemaakt. Dus je gaat als het goed is niks tegenkomen. We hebben rucola salade, een kwartel eitje en tomaat. We hebben paprika kroephoek gemaakt. We hebben sarissa mayonaise gemaakt. Sarissa is een specerijencombinatie van een pepertje, gepofte paprika, ui, knoflook. Hebben we met mayonaise aangemaakt. En we hebben zomerse couscoussalade gemaakt. Met een beetje limoensap erbij. Wat gaan we doen? We gaan een beetje rucola salade in het midden leggen. En daarop doen we een steker. Dan als je van een beetje pittig houdt, kun je alvast een beetje mayonaise door de couscous doen, zodat hij wat pittiger wordt. En dan gaat hij ook mooi plakken. Doen we dit in de steker. Nu is het allerbelangrijkste eigenlijk, dat doen ook heel vaak restaurants fout, die halen die kreeft uit de koelkast en die gaan dat meteen op het bord leggen. Doe dat nou niet, want dan is die kreeft 5, 6, misschien 10 graden. En hoe kouder de temperatuur van een gerecht is of van een ingrediënt, hoe minder smaak dat die heeft. En dat is natuurlijk zonde van zo'n mooi product. Dus wat gaan wij doen? We halen die kreeft ruim tevoren uit de koelkast. Een half uur. Dan doen we hem mooi trangeren, zodat we hem straks makkelijker kunnen eten. Een trangeren is mooi in 4 stukjes snijden. En zet deze heel even in een voorverwarmde oven. Nou, 1-2 minuutjes, dat hij even echt de kou er vanaf is. Hoeft niet heet te zijn, maar gewoon de kou er vanaf. Mijn oven is al nog lekker warm, dus dat is helemaal goed. Tussendoor gaan we even de tomaatjes snijden. En zet een kwartel eitje bij. Die tomaatjes kun je ook in verschillende modellen snijden. Doe dat naar eigen fantasie. Zet er een kleine gele bij. Dan leggen we de kroephoek erop. Dat is een mooi krokantje. Kroephoek is van paprika gemaakt. Dan doe je nou gelang de pittigheid die je graag wilt nog een beetje de sarissa mayonaise erbij. De kou is nou van de kreeft af. En dan zetten we zo mooi in de kroephoek. En dan zetten we er bovenop de poot. Dus heb je een hele mooie zomerse salade met heerlijke kreeft. Ik zou zeggen, ga er lekker van smullen.